Een compressor. Ja. Wat gaan we nu weer doen? We gaan een t-shirt kanon bouwen. Maar we hebben toch al een aardappelkanon, dus één kanon niet genoeg. Nee, die is een beetje onveilig en eigenlijk... Illegaal. Illegaal. Dankjewel, Freek. Dus we gaan een t-shirt kanon maken op gewoon luchtdruk. Vanuit de compressor. Oké, dus we gebruiken heel veel luchtdruk en een pijp. Stoppen we een t-shirt in. Bam. Is het zo simpel? Het is... Nou, het is iets moeilijker dan dat. Okay. Als je dat wil weten, dan moet je blijven kijken. Wij gaan lekker aan de slag. En jullie moeten ook aan de slag, want jullie moeten naar beneden. Moeten jullie op like klikken en op subscribe. Ik zal kort even uitleggen wat het idee is van onze kanon. We gaan dus een compressor, gasleiding, kogelkraan en een stuk PVC als loop gebruiken. En wanneer we 10 bar aan druk in de compressor hebben opgebouwd, doen we de kogelkraan open en dan schieten we de t-shirt eruit. Echter, zal je zo zien dat dit idee niet helemaal goed uitpakt. Is dat niet dezelfde draad als die slang dan? Ja, dat moeten we eruit zoeken. Dan hebben we nou toch steeksleutel. Fucking hell, gek. Ja, hij kraakt er wel. Het is van een zekeringetje of zo. Ik had eerder het idee dat ik hem aan het verbuig. Allemaal troep om. Hij is los. Nee. Andere draad. Gelukkig heeft dit nog. Misschien in het koper. Een koperstukje of zo. Deze misschien. Deze kunnen we wel hierop zetten, dat is fijn. Nee, maar als we dit stuk gebruiken, dan kan het. We hebben de compressor uit elkaar gehaald. En nu proberen we een slang eraan te maken. Dan kunnen we ons eigen stukje koper ertussen doen, waardoor de slang er wel op past. Want zoals je ziet, de slang heeft een veel kleinere fitting dan de fitting die erop zit. En dan moeten we nog iets verzinnen om de slang aan het kanon vast te maken. Want daar komt de kogelkraan op, zodat wij de druk in de kanon op druk kunnen brengen. En dan het kanon kunnen afschieten. Maar ja, dat is ook weer... wat anders, dus daar moeten we nog even wat voor vinden, zodat we die aan elkaar kunnen maken. En om alles goed dicht te maken, gebruiken wij natuurlijk Teflon tape. Draai je om het draad heen en dan wordt alles helemaal luchtdicht, als het goed is. Hij zit weer in elkaar, ik ga hem nu testen of hij het al doet. Ja, Willem, ben je er bang voor? Doe je even een veiligheidsbril voor je in, Willem? Hey, ik doe mijn safety sprint al. Oh ja. Ik zal de aanknap op. Oh. Ik ben echt remrijden, denk ik, hè? Nogal, ja. Nou, dat deed het best goed. De compressor werkt, dus nu kunnen we met behulp van wat PVC en wat koperen aansluitingen de loop aan de compressor koppelen. Tussen de PVC en de koperen aansluitingen gebruiken we O-ring om het allemaal luchtdicht te maken. Kijk. Deze er nou gewoon even aan ductape. Normaal doe je dat met PVC cement. Maar we willen even testen of hij het wel doet. Eens kijken of we dit maar uit krijgen. Of hier hoor. Kanon schiet echt niet hard genoeg, toch jongens? Nee, valt er een beetje echt, uit. Een halve meter. En we denken dat het probleem is omdat het slangetje echt gewoon veel te dun is. Er komt gewoon niet genoeg lucht doorheen, niet snel genoeg om goed te kunnen schieten. Dus we gaan nu proberen om de kanon direct op de compressor aan te sluiten. Dat we dan dus in één keer, bam, al het lucht in die tank zit, in die pijp kunnen schieten. En dan hopelijk het t-shirt gewoon echt lekker verder kunnen schieten. Probeer het zo eens. Maar ik zal je alvast verklappen, dit werkt ook niet. Raoul heeft zeker gelijk dat de slang te smal is
om voldoende druk in één keer te laten ontsnappen. Maar de aansluiting zelf is ook te smal om een flinke druk achter de t-shirt te creëren. We moeten het ontwerp aanpassen op een manier dat er snel meer druk kan ontsnappen. En de oplossing is een drukkamer, die we op druk kunnen zetten door een klep tussen de drukkamer en de compressor te openen tot er 3 tot 4 bar in zit en daarna een grote klep te openen naar de loop toe. Hiertussen moet een zo groot mogelijke klep die we tussen onze rotzooi hadden gevonden. Alleen merkten we met de drukkamer wel dat we niet meer met duct tape konden experimenteren. Dus vanaf nu moest alles wel echt strak en gelijnd worden. Ja. Oké. De 5 bar in de kamer. Wow. Ja, de vorige keer ging het dus niet zo goed. We kregen het kanon, of het t-shirt net uit het kanon. Het vloog er zo, flopte er een beetje uit. Beetje lafjes. Nou, toen zijn we een beetje gaan onderzoeken van hoe maak je nou een luchtdrukkanon wat beter. En toen hebben we dus voor het idee gekozen om een drukkamer te maken. Dit is de drukkamer. Dan hebben we de klep. Die gaat er zo op. En dan staat daar de nieuwe loop. En dan heb je een fatsoenlijk luchtdrukkanon. Je vult dus je tank op je rug helemaal vol. 10 bar gaat erin. Ja. Dat is best wel veel. En dan heb je hier een rode knop. Daarmee kun je de druk instellen wat dan het kanon in gaat. Nou, wij hebben een beetje uitgeprobeerd. Het ding is niet heel stabiel, maar hij kan tot 5 bar aan. Meer dan dat durven we er eigenlijk niet in te doen. Nee, dan ploft hij misschien. Nou, dan kun je via deze slang en de klep de drukkamer vullen. Dan moet deze klep natuurlijk dicht staan, anders ben je meteen al je luchtdruk kwijt. Dan doe je deze dicht. Stop je je projectiel erin. Aan de voorkant. En dan, bam! Vuur! Nice. Die was best wel nice. Wij moeten de elastiekjes even hebben. Ja. Dan gaat hij veel verder. Dan vouwt hij niet uit. Komt hij dan, hè? Oh, die was echt... Je zag hem echt zo... Hij ging ook in de rechte lijn vooruit. Hij ging recht vooruit. Wat een top ding. Okay. Dit is echt top. Dit is echt top, ja. Naar buiten. Dit is echt top. Naar buiten met dat ding. Nee. Hoe ver kunnen we? Nee, dat kunnen we niet meer vinden. Ja, wacht. Nee. Die kan nog. Daar maar heen. Recht houden. Ja. Oh. Ja, hij schiet goed ver. Ja, als je het vergelijkt met het aardappelkanon, dan is dit gewoon, hij schiet net zo ver. Alleen, het is een stukje minder gedoe met al dat gas en zo. Maar de volgende keer zou ik toch willen dat die kamer meer hier zit of zo. Dat je iets makkelijker tegelijk het gas erin kan doen en kan schieten, weet je wel. Want nu zit je een beetje te klooien. En het mooiste is natuurlijk, nou, zo'n grote klep, dat helpt al heel erg om het snel los te halen. Maar een solenoid is nog veel beter. Wij kunnen nooit zo snel die klep open doen. Dus als je met een solenoid... Een elektrische klep, die met een knopje, dan is het gewoon meteen bam. Bam, open. En al die kracht komt dan eruit. Ja, dan gaat hij nog harder. Ja. Maar voor de kijkers thuis die hem ook zelf willen gaan maken, kijk echt uit. Het is en blijft gewoon gevaarlijk. Vond je dit t-shirt kanon? Ook zo'n spektakel. Ook zo geweldig. Like dan. Subscribe. En als je er nou zelf in bouwt, of nog tips hebt hoe wij hem beter kunnen bouwen, zet dat even in de comments. In de comments, in de reacties. En dan zien we jullie de volgende keer! Hey!